Welkom, we staan hier tegenover de camping om te beginnen aan de excursie van de KNNV, een paddenstoelen-excursie. Hier tegenover ligt een gedeelte van de havenzate Walvoort. Het is eigenlijk heel jammer dat de drie bosjes die bij havenzate Walvoort horen niet aan elkaar liggen. Maar wij beginnen met het eerste bosje, hier tegenover. Hanekom of kanterel? Nee, dat is het niet. Nee. Hij is al wel een beetje oud. Ja. Ja, even kijken. Het is geen Russula, het is stil. Nee. Dus, mevrouw Kasten, vanwaar die belangstelling voor paddenstoelen? Eigenlijk puur vanwege alles wat met de natuur te maken heeft. En op een gegeven moment word je ouder en kan je niet zoveel meer. Paddenstoelen is iets waar je langzaam voor moet lopen. En daardoor worden je ogen ook gericht op wat er op de grond voorkomt. Is dit jaar een extreem jaar voor paddenstoelen? Niet hier in de Achterhoek. Ik hoorde al dat het wel de Veluwe bijvoorbeeld een heel mooi paddenstoelenjaar is geweest. Maar daar hebben ze ook meer regen gehad. De regen is in de Achterhoek heel laat gekomen. Vocht, ja, vocht. Als het zoals vorig jaar was het heel erg droog, ook in de herfst. En toen hebben we een heel slecht zoekjaar gehad voor de verschillende paddenstoelen. In Winterswijk dus ook. Zijn er veel mensen die belangstelling hebben voor paddenstoelen? Ik denk het eigenlijk wel. Veel te weinig, want het is toch iets waar je op geattendeerd moet worden. De meeste mensen, ja, als je hard loopt of fietst, zie je natuurlijk niets. Nee. Dus je moet echt wandelen en dan nog goed kijken. Ja. Maar hij is zo mooi omdat je de steel en de ringen goed kunt zien. Honingzwam. Kunt u merken dat de belangstelling voor paddenstoelen groter wordt? Nou, wel, omdat het eten van paddenstoelen wordt gepropageerd, helaas, want Nederland wordt steeds minder qua hoeveelheid paddenstoelen en alles wat er meegenomen wordt is natuurlijk eigenlijk jammer. Ja. Is de belangstelling voor paddenstoelen bij jonge mensen aanwezig? Er zijn gelukkig heel veel ouders die met gezinnen en met jonge kinderen ook naar zulke soort excursies komen. Er had zich vandaag ook iemand gemeld, maar ja, dan denken ze, het gaat regenen, dat doen we niet met jonge kinderen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Zijn er veel eetbare paddenstoelen hier in Nederland? Er zijn best wel wat eetbare paddenstoelen. Maar een eetbare paddenstoel lijkt ook vaak op een giftige paddenstoel. Dus ik zou het sowieso niemand aanraden. Vroeger ging dat wel. Waren er gewoon hele gebieden waar kanterellen stonden bijvoorbeeld. Dat is tegenwoordig afgelopen. Ja. Door de vervuiling is dat weg. En dat is jammer. Voor een niet-kenner lijkt het of er heel veel paddenstoelen hetzelfde zijn? Ze lijken op elkaar. Er waren natuurlijk wel heel veel nevelzwammen daar. Ja. Mensen die meer willen weten over paddenstoelen en dergelijke. Is daar een site over of kan men daar informatie over inwinnen? Er is een uitgebreide website, KNNV Oosterachterhoek. Die is gesitueerd in Winterswijk. En die doen eigenlijk van alles en nog wat. Er is een mossenwerkgroep, er is een libellenwerkgroep. En daar zijn echt hele goede experts bij. En ga zo maar door. Dus alles wat met de natuur te maken heeft. U leidt vandaag deze excursie. Doet u dat vaak? Dit is de tweede keer en waarschijnlijk ook de laatste keer, want ik word gewoon te oud.